deze nieuwe vlog. Ruis in de Bellinga's familievloggers. En het is vandaag vrijdagochtend, dus het betekent bijna weekend. Dus kijk, vandaag weer gezellig. Ja, gaan we lekker ontbijten. Liesje zit weer lekker aan tafel, of in ieder geval staat op de tafel. En we eten even lekker ons ontbijtje op. En dan brengen we zo meteen Luan en Lucilla, brengt papa zo naar school. Ja. En Luxie en Lucie blijven lekker bij mama, hè? Ja. Als jullie straks thuis komen, hebben we een hele leuke verrassing. Wat ga je doen? Wat mag jij doen? Oh ja, met jullie zak. Nou, even lekker spelen. Gaan wij eventjes... Ben je weer begonnen? Ja, met januari. De jaarmovie, zoals degene die ons al langer volgen weten, maken we nu voor het 6e of 7e jaar. 16 jaar, sinds 2015. Maken we een jaarmovie, een compilatie van alle vlogs van vorig jaar. En dat is een hele hoop werk. Ik ben nu in januari bezig. Toen hadden we thuisschool. Toen zaten we in de thuisschool, weet je nog. Jij was nu een boog op zolder. En ik was beneden met de meisjes en de kleuterschool aan doen. Time flies. Nou. Als we terug zien, wow. Het is gewoon weer een jaar geleden dat we in de lockdown met school zaten. Heel bizar. Ja. Veel uit plezier. Ik ga me vermaken met Luxie en Lusjes. Ja. Doei. Inmiddels is Lusjes weer wakker. Hé, hey, jongen. Ja, ze is schattig. En het is ook wel leuk, want dit is de eerste Sinterklaasperiode wat Lusjes natuurlijk gaat meemaken. Dus voor hem is het natuurlijk allemaal helemaal super nieuw. Hé, liefie. En we krijgen straks hele bijzondere visite, want er komt iemand speciaal voor ons langs. Zoals jullie weten, hebben Luan en Lucilla en eigenlijk ons hele gezin, inclusief Lusjes, een rolletje gehad in de nieuwste Sinterklaasfilm van de Club van Sinterklaas. Met eigenlijk een beetje in de picture Lucilla, die de film opende voordat de film begon. Waarop zij bijna het kasteel van Sinterklaas heeft ontdekt. Toen we daar toevallig in Spanje op vakantie waren. Maar wat zij niet zag, is dat zij... wel het goede kasteel had. En wat je dus in de film kan zien. Is dat ze eigenlijk, ja, dat ik net riep van Lucilla, kom je. Dat ze net niet zag dat ze het goede kasteel had. Dus een hele leuke opening voor deze leuke, superleuke bioscoopfilm. Die we dit jaar ook weer met alle liefde samen met de Club van Sinterklaas hebben gemaakt. En vandaag komt iemand speciaal hiervoor langs. Luan en Lucilla, die zitten nu op school. Die weten nog nergens van. En die zullen straks helemaal verrast zijn. Als ze weten wat er gaat komen. We gaan eerst even lekker knuffelen met deze jongen. En met Luxie. Daniel is nog even wat werk doen. En dan gaan we zo meteen eerst Lucilla van school halen. En Luan, vanmiddag, hè? Ja, het is vrijdag. Dus vrijdagmiddag moet Luan toch nog iets langer naar school dan Lucilla. Omdat hij in groep 5 zit. Dus Luan die komt straks pas. Maar eerst even Lucilla ophalen. Dan gaan we lekker met z'n allen lunchen. Nou, papa is klaar met de boeken, Ronnie. En ik ga deze jongen maar even zijn boek verzorgen. Want die heeft de boek hier aan. En mama edit weer even verder. Volgens mij is het Ja, hij fixt het toch? Zo jongens, ondertussen ben ik klaar met het editen. 2 maanden heb ik van vorig jaar geëdit voor straks in de jaarmovie. December 2020 en januari 2021. Ik ben echt de hele ochtend mee bezig geweest. En toch wel heel, heel mooi en fijn om weer te beseffen hoe ontzettend veel mooie dingen we hebben meegemaakt. In deze 2 maanden die ik nu pas heb zitten terug editen. En dan moet ik nog het hele jaar. Het editen van de jaarmovie maakt me ook altijd weer... extra dankbaar en bewust van alle mooie dingen die we mee hebben gemaakt als gezin. En dat we die altijd zo mogen terugzien. En ja, is dit gewoon echt ons levenswerk wat we doen, zeg maar, met ons vloggen. En om dat dan allemaal weer mooi in 1 jaar movie video te vastleggen, voelt gewoon weer heel fijn. Deze video komt weer online rond de kerstdagen, zoals jullie van ons gewend zijn. Voor nu is het editwerk gedaan. Daniel die is met Luxie even Lucilla ophalen van school. En ik ga zo lekker de tafel dekken. Lucius doet zijn slaapje. En dan gaan we zo meteen eerst even lekker lunchen. Voordat straks ook Luan thuis komt. En we de visite krijgen. En daar komen ze. Weer thuis. En ze zijn weer thuis. Hallo. Even lekker lunchen. Hey en Lucilla, mama is de hele ochtend bezig geweest met een begin maken van de Bellinga Jaarmovie 2021. December 2020. Ja, december 2020 gaan we nu even een stukje naar kijken, terwijl we lekker lunchen, ja? Ja. Veel kijkplezier. Nou, ondertussen zit Lucius even lekker hier in zijn wippertje met dit dingetje te spelen. Althans, hij probeert het walvisje iedere keer te pakken. Oh, of het hondje. Het hondje. En eens even kijken wat Lucilla aan het doen is.
Die heeft hier twee baby's. Wil je van de baby's een fotootje maken? Nee, ze willen een filmpje kijken. Ze willen een filmpje kijken. Oké. Oké. Nou. Is in slaap gevallen. En even, even kijken wat Luxie aan het doen is. Toch een jopje. Oh, dat is nog een verrassing. Oh, iets moois aan het maken. Dat is niet klaar. Oh, is nog niet klaar. Nou, dan kom ik zo meteen mee kijken. Goed? Ligt hier heel lief in zo'n rolletje. Dat is echt zo'n piphouding. Lekker in een rolletje. En Woesel, die ligt zo, hoppa, op de uitkijk. En jongen, als een echte waar komt, hè, kerel. Ja. Kijk, gekke hondjes. Ja, straks komt de visite. Dan zullen jullie wel van opkijken wie er komt. Ja. Ben je een regenboog? Het is nog niet klaar. Oké. Okay. Nee. Nou, dan zeg maar als je klaar is. Goed? Ja. Oké. Okay. Ik roep jou. Ja, je roept wel. Heel hard gillen. Heel hard gillen. Nou, gewoon roepen is ook goed. Hey, jongens, herinneren jullie dit nog? Nee. Wie herinnert dit nog? Deze grote zak? Wat zou hierin zitten? Oh. Weet je het nog? Oh, ja. Ja? Mama, welke ga ik aan doen? Ja, wat jij wil. Gaan we een schoentje zetten of zo? Nee. Hooggeëerd publiek komt er vandaag. Bezoek bedoel ik. Luxie, kom eens kijken. Dat wil ik. Welke wil jij aan? Mijn mama. Ja? Ik wil testpiet aan, maar dan wil ik wel twee knotjes in. Twee knotjes, dat is goed. Ja? Oh, wat zit hierin? Wat is het ook alweer? Kom openmaken. Oh, die knotjes is dit even spelen. Dit is ook nog een maat. Van wie is dit? Wie is dit pakje? Danspiet. Danspiet, hè? Danspiet. Kijk. Oh ja, Danspiet. Danspiet is mijn pietje. Is dat jouw pietje? Wil je deze aan? Kraagjes. Zullen we eens even gaan kijken? Ja, de kraagjes zitten erbij. Ja. Even George. Ja, maar dat is niet zo erg. Nee. Ja, hij zit al beter. Hij zit al beter dan vorig jaar. Ja. Vorig jaar had je hem ook aan, maar toen was hij wel erg groot. Maar nu past hij wel prima. En dan hebben we hier jouw kraag. De pietenkraag. Zo. Luxie is klaar. Heel mooi, liefie. Echte danspiet. Schatje. Lucilla wil twee knotjes. Ja, net als een echte testpiet. Als een echte testpiet. Nou ja. Wie komt er straks langs? Pieten. Geen idee, weet ik. Waarom zouden de pieten langskomen? Gewoon. Het is nog helemaal geen pakjesavond, toch? Oh, nee. Dus ik zou niet weten waarom een piet langs zou moeten komen. Ja, maar het is wel iets met pieten of Sinterklaas. Iets met pieten en Sinterklaas, dat denk jij? Ja, want waarom moet ik dit dan aan? Niet gewoon leuk. Kleden, sorry. Maar dan moet het wel iets met Sinterklaas zijn. Denk je? Ja, want het hangt op de ding. Op de koelkast. Mm-hmm. Ja, die moeten we zo meteen nog even afvinken. Wat afvinken? Nou, dat koelkastding. Oh ja. Oh nee, testpiet. Ja. Die cadeautjes test. Maar mama, dan mag ik nu toch heel veel cadeautjes uitpakken? Ik vond het weekend een leuk idee voor. Ja. Maar niet voor nu. Nu krijgen we eerst visite. Zit hij goed? Ja. Ik hoor daar alleen maar voeten, want ik zie hem niet in de camera. Oh. Ja. Oké. Even draaien. Hoppa. Kijk. Ja. Het is wel leuk dat deze pakjes ook nog steeds passen. Ja. Als ik 14 ben, heb ik niet meer 116. Ja, kun je, gewoon, je hebt nu 116 aan. Ja, ik zie het, liefie.
Zo, is het wat? Ja. Ja? Nou, top. Ik geef je een grotere spiegel. Ja. Tada! Testpiet en danspiet zijn klaar. Oh ja. En even Lucius. Kijk even Lucius. Wat heeft papa gedaan met Lucius? Wat heeft papa gedaan met Lucius? Joch, keuk dan. Een babypietmesje. een klein babypietje. Nou, die staat dan wel goed. Wordt hij er ook helemaal bij. Dit is een eerste Sinterklaas dit jaar, hè? Eerste Sinterklaas. Ja. Dat is leuk, hè? Ja. Klein pietje, babypietje. Klein hulppietje. Ja, onze babypiet. Superpiet. Superpiet, ja. Lucius kan straks superpiet zijn, ja. Klein pakje, hè? Ja? En als de pieten op de daken lopen, wat gebeurt er dan? Worden ze helemaal bruin. En waar worden ze helemaal bruin van? Van de... stoom? Nee. Van de stoom? Nee. Van de schoorsteen. Van de schoorsteen, van het roet noemen ze dat, hè? Ja. En dan krijgen ze een beetje van die strepen zo, van oh, door die schoorsteen kruipen, daar word je wel een beetje vies van. Zie je dat? Ik zie niet echt zo veel. Moet ik hem iets zwarter maken? Ja. Zo? Oh, wat ben je door die schoorsteen gekropen. Ik zie dat er glitters in zitten nog. Echt? Glitterschoorsteen. Hij zie weer echt vies. Ja, nou is ze vies, hè? Grazie, Derry. Moet Lucille aan bad? Nou. Zo goed? Ja. Moet ze aan bad? Nee. Ze is vies? Nou, lukt ze ook vies? Ook door de schoorsteen? Wil je door de schoorsteen of niet? Ja, dan mag je Lucille even, of Lux even zitten. Word je dan ook vies van de schoorsteen? De schoorsteen zit altijd vuur in, hè? Ja. Ja, en dan is het een beetje vies. Kijk. Mam, zo, ook zo. Roze. Wil je ook roze? Wil je roze? Die streep, Luxie. Even kijken. Wat wil je, liefie? Zo. Nog even warm met je. Beetje zwart. Beetje zwart, hè? Als je zwart, zwart is van de roet. Daar komt het gezegde vandaan. Zo zwart als roet. Maar dit is gewoon een beetje streepjes, hè? Vind je het zo goed? Ja. Ja? Ja, toppie. Pietje Luxie is klaar. Dat is de boor nog steeds op de achtergrond, jongens. Die zijn nog steeds met die luchtwarmtepomp bezig aan het boren. De hele week. Is het wat? Ja. Vind je het leuk? Ja. Nou, dan ben jij er helemaal klaar voor. Voor het bezoek. En wel echt heel grappig. Ja, is grappig, hè? Masker. Ja, een masker, ja. Wat vind jij ervan, Sil? Heel mooi. Helemaal goed? Ben je klaar voor bezoek? Ja. Kijk, de liedjes van Lucilla kunnen jullie vinden op Spotify, op haar eigen lijst. En we gaan eens even kijken naar een optreden. Ja. Gaat Luxie meedansen? Ja, met ja, zet je eigen nummer op. Wie? Ja. Oké, okay, laat maar zien. Jij bent mijn allerbeste vriend. Zo heet die.
Leuk. Mooi, meiden. Heel leuk. Oh, wat is dat voor liedje? Ik kan niet wachten. Als de herfst begint, krijg ik alweer zin. Ik hoop dat Desmond snel mijn huis weer vindt. Ik ben niet stout geweest, ik hoop dat Piet dat weet. En dat de Sint mij niet vergeet. Het jaar welkom, krijg ik wel wat in mijn schoen. Wauw. Zo mooi. Je bent afgelopen. Bijna. Is net begonnen. Kijk ik naar de raam. Klaar om langs de huizen te gaan. Zo veel zin als jij. Ik maak me nu al blij. Dat er zoveel lieve kinderen zijn. Maak je maar geen zorgen. Ik kan niet wachten. Is er bijna tijd. Ik tel al weken en nachten. Wacht altijd 5 december. Pakjesavond. De leukste tijd van het jaar. Wauw, dat waren mooie liedjes, mooie Pietjes. Weten jullie nog van een paar vlogs geleden dat ik met de meisjes zelf pepernoten heb gemaakt? En Lucilla zei, oh mam, zullen we die pepernoten opeten? Kijk, we hadden er nog wat over. Het zijn een beetje peperbrokken geworden. Ze waren niet helemaal als de pepernotenvorm, maar wel zo herkenbaar, want dan weet je precies dat dit onze eigen gemaakte pepernoten zijn, hè? Zullen we die eens even proeven? Zal ik ze openmaken? Ik wil ook openmaken. Is die poepjes zo? Ja, dat is de boor, hè? Ik kom op die. Ik ben echt wel. Goed seductie. Nou, eens even kijken of ze nog lekker zijn, die pepernoten die jullie hebben gebakken. Lekker. Ja? Lekker, maar gaan we er ook eens even in kijken. Dit zijn ze geworden. Hele bijzondere pepernoten hebben we dit jaar. Zelf gemaakt uit de airfryer. Ja. Dat is heel lekker nog. Ja. Heerlijk. En misschien is het wel leuk om het bezoek straks ook wat pepernoten te laten proeven. Ja. Wie zou er nou toch komen? Wie zou er nou toch komen? Welke wil ik al? Nee. Wat denken jullie? Is hij Zespies? Misschien. Nee, zeg zou dat tip, kunnen, zeg zou dat kunnen? Zou dat kunnen, denken jullie? Dan waarom moeten we dit dan aan? Het is wel iets met Sinterklaas. Mama. Iets met Sinterklaas, gewoon mama, lekker. Ik heet het. Despie misschien. Despie misschien? Ja, dat zou zomaar kunnen. Maar waarom komt Despie dan langs, denken jullie? Het is nog geen pakjesavond en jullie hebben ook nog niet je schoen gezet. Ja, voor jullie hebben we hem al wel online gezien, maar we lopen een weekje achter. We hebben nu nog geen schoen gezet. Waarom zou Despie hier komen? Waarom zou Despie hier komen? Waar zou het mee te maken kunnen hebben? We moeten het een beetje overlaten voor straks, hè? Voor onze visite. Visite. Wie komt er op visite? Despie ook. Oh, die moet ook nog even wat proeven, hè? Ja. Oh, dit is denk ik nog wel genoeg voor ons bezoek. Nee, ja. Nee. Het is Despie. Dat weet ik niet. We kregen alleen maar door dat er iemand heel bijzonders op bezoek kwam met een verrassing. Mama, dan wil ik de nieuwe Despie Junior zijn. Ja, ik denk dat dat een hele goede is. Ik zal erop solliciteren. Als Despie Junior echt een Piet is, dan wil ik de nieuwe
Daar spiet je niet doorheen. Ja. Je zou er zo voor door kunnen, denk ik. Ja. Scherm jij je de pepernoten? Dat niemand wat eruit mag snoepen. Nee. Hm? Nee. Niet stiekem snoepen, hè? Mam, ja? Je geeft die Sammy ook. Oh, ja, en Sammy. Ja, Sammy ook nog, hè? En de meisjes die wachten rustig af wie er nou op visite gaat komen. Ze hebben nog geen idee. Nou ja, ze hebben wel een idee. Ze weten alleen nog niet wie er gaat komen. Weet dat? Wat weet je? Despietje komen. Ja, dat denk jij, hè? Je denkt Despiet het is? Zou je dat leuk vinden als Despiet zou komen? Ja. Ja? Ja, hoppa, in de split. Kijk dan, Luxie kan echt een goede split hoor, voor een driejarige. Ik vind het echt heel goed. Toppie. Maar mama, ja. Luxie haar benen moesten helemaal. Nou, laat eens zien hoe dat moet dan, Sil. Jullie kunnen allebei heel goed de split. Maar ik kan niet tot de grond. Nee, maar ik vind nou wel dat je het ook wel heel goed kan. En je hebt nou wel een... Maar nu hoog haar knie omhoog. Ja, laat maar zien. Kijk. Laat maar zien. Mijn voeten. Heel goed, kijk. Heel goed. En je voelt je benen oprekken, je spieren. Ja. Voelen jullie dat? Aan de binnenkant van de benen? Kijk. Ja? En één been is ook heel mooi. Ja, dat is de spagaat. En dat is de split. Dat klopt. Kijk, Pippi die wil ook eventjes kijken wat jij bent. Die denkt, hey, mijn kleine bazinnetje ziet er heel anders uit. Ja. Nu snoepen. Nu snoepen. Oh, snel, Luxie, hou de deksel erop. Voor Tespiet alles op heet. Hm? We hebben geen pepernoten meer voor ons bezoek. We gaan een spelletje spelen. Een spelletje spelen. Dus, twister. Want Pieter moet heel lenig zijn. Ja, dus we gaan eens even kijken hoe lenig jullie zijn op Twister. Dat is misschien wel een leuk idee. Ja, ben je door de schoorsteen gegaan? Hey. Ja. Ben je hier uit de open haard geklommen? Ja. Huh? Ja, leg hem maar neer. Dan gaan we hem hier zo ergens neerleggen. Toppie. Oké, en dan geeft mama maar de draaiding. En dan ga ik zeggen hoe jullie moeten staan. Voetenbrood. Hier hebben we het draaiding. Die gaat bepalen hoe deze pietjes moeten gaan staan. Oké. Nou, mag Luxie de eerste ronddraaiding doen? Klaarheid. 1, 2. Oh. Wat wordt het? En linkervoet op geel. Welke linkervoet? Wat is links? Dit is de L van links. Deze? Zo kun je het makkelijk onthouden. Deze? Dus ja. En die moet op geel. Luxie, moet je Lucilla proberen na te doen. De voet op geel. En weer draaien. En het wordt... linkervoet op blauw. De voet op blauw. Goed zo, Luxie. Op blauw. Ja, gaan we weer. Houden ze het nog vol? Ja. De rechterhand op blauw. Rechterhand op blauw. Zie, Luxie. Luxie, wat goed van jou. Kijk, Luxie staan. Heel goed. Gaan we snel verder. Dat ze het niet meer volhouden. Linkervoet op rood. Voet op rood. Zo. Ja, even kijken. Gaan we weer door. En linkervoet, oh die hadden we al op groen. Linkervoet op groen. Waar is groen? Hoe dan? Ja, hoe dan, ja. Zo, Luxie? Ja, op groen. Bijna in de split voor Luxie. Goed zo. Heel goed. Ja, goed zo, Luxie. Als je maar niet valt. Nee, moet wel blijven staan. En dan gaan we weer. En het is de rechterhand op groen. Wat is deze? Rechter, ja, op groen. Goed zo. Luxie, op groen. Ja, hand op groen. Luxie, armen zijn niet zo wijd. Ja, goed zo, Luxie. Nou, dan gaan we weer. Ik hoop ik mis een arm. En de linkervoet op rood. Voet op rood. Die voet op rood. Goed zo, Luxie. Heel goed. En dan gaan we weer. En we doen even linkervoet op geel. Geel. Deze voet op geel. Ja, gekruist. Kijk, dat is heel mooi. Heel mooi. Goed staan. Ja, heel goed, Luxie. Toppie. Nou, Pieter, die gaan maar door. Ze vallen helemaal niet. Nou, gaan we weer. We doen linkerhand op blauw, doen we even. Linkerhand op blauw. Deze. Dit is je linkerhand. Die moet op blauw. Ja,
Op de blauw. En ze staan nog steeds. Het is niet te geloven. Deze pieten vallen niet om. Linkerhand op groen. Groen kan. Goed selectie. Heel goed. Even kijken. We gaan weer door. Nee, ik kan niet meer, hè? Even kijken. Rechterhand op geel. Waar is geel? Wat is rechts? Rechts. Deze hand op geel. Ik heb je moeder. Ja, ja. En Tespiet heeft gewonnen. Goed gedaan, hoor. Toppie. Heel goed gedaan. Jullie zijn helemaal geslaagd. Oh, nou wil jij draaien. De? Groene. Groen. Linkervoet of groen? Oh. En Robbek aan het doen of zo. Ik weet het niet wat ze aan het doen zijn. Nog een keer. Luxie wil nog een keer. Allee, Lucilla kan niet meer. Probeert ze Lucilla in de pose te zitten. Gaat straks nog naar Thor. Nou, doe ik met de ketting om. Nee. Nou, het vest zit nog wel goed. Ja, jij moet er een legging onder doen. Even de lenen van de meisjes, maar nou, voor het idee. Nog, hij was hij was toen een beetje aan de grote kant. Ja, ja, daarom past hij nog perfect. Ja. Oh. Hoe is dat kind, denk ik ook? Nee. Nou, laat zien, jongen. Kijk. Kijk, en nu al een coole piet. Eigenlijk de ketting onder de kraag. Heel erg mooi, jongen. Dan hebben we Testpiet, Coole Piet en Danspiet. Nou, wat voor een. Ja, en hij gaat als Superpiet doen. Is het een. Ik ben een Testpiet. Maar mama. Coole Piet. Oh, kijk. Luan. We kunnen dit niet zomaar aan. Nee, waarom hebben we dit aan? Waarvoor? Ik heet het! Waarom dan? Dat is
diertjes hier komen. Dat denken ze. Dat denken ze. Dat Tespiet gaat komen. Ja. Dat denken ze. Ik heb een zoon. Oh, ja. Ze hebben... Luan die heeft nog... kijk eens. Dit hebben ze nog voor jou bewaard. De zelfgemaakte pepernoten. Ja. Oh. Hm? Oké, even helpen, Lux. Moet je draaien? Ik heb een draaidop. Oh ja, ik heb voor jou die testpiet draaien. Nou, nog een beetje voor de visite laten, hè? Ja. De visite wil ook wel wat proeven, denk ik. Oeh, dat is lekker. Nou, ze zijn er in ieder geval helemaal klaar voor. En Lucius, als Lucius groter wordt, kan Lucius Superpiet pakje aan. Ja. Hé, jongen? Ja, het past alleen nu nog niet. Want ze hadden nog geen babyformaat. Nee. Hoe is dat, Lucius? Wie komt eraan? Hallo, wie is dat? Wat zijn jullie mooi? Zag je Christina? Wat ben je mooi? Hallo? Hallo, schatje. Hallo, lieverd. Hallo, dag, mama. Dag, hallo. Schatje. Dag, dag, Pip. Hallo. Oh, lieverd, wat ben je groot. Ik heb je alleen nog maar in het boek zien staan. Dag, lieverd. Och, wat is je schattig. Dag, papa. Dag, Tespiet. En ik moet zeggen, dit is wel een ander huis dan waar ik de laatste keer geweest ben. Ja, een beetje anders. Het is wat ruimer. Verhuisd. Ja, het is wat ruimer. Mooi hier. Ja. Kom gezellig binnen. Ja, kom binnen. Ik ben hier natuurlijk niet met lege handen. Nee, ik zie het. Lieverd, dan ben je al groot geworden dit jaar. Ongelooflijk. En even wat kan lieverd. Oh, ik heb jullie zo gemist. Even kijken hoor. Oh, god, dit is van een heel mooi huis hoor. Kom erin, Tess. Oh, ja. Gaan we... Ja, oh ja. Oh. Mag ik hier ook weer een keer oppassen? Ja. Dan kunnen we een verstoppertje doen. Ja. Wat een leuk huis zeg. Oh jeetje wat mooi. Te gek. Kijk nou, de eetzaal. Dat is ook mooi. En een hele grote tuin. Ja. Jeetje. En we hebben een platdak, dus je hoeft niet op de schuimdak. En hebben we een schoorsteen? Misschien dat we niet even weten waar ze schoorsteen hadden. Kunnen we dat even vanaf morgen doorgeven aan Pieter? Ja. Ja, dat is bij de sleutel die op alle deuren past. Ja, 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 ja. Maar wel een schoen. Dat wil ik niet zeggen. Misschien handig voor ons, dat we wel, want anders moeten we schoenen door het huis gaan zoeken. Dat is natuurlijk helemaal niet handig. Dus dan zet je hier wel de schoenen neer. Ja. En dan komen wij weer dit jaar een hele leuke film geworden. Hoe heet de film? Het Vergeten Pietje. De club van Sinterklaas en het Vergeten Pietje. Ja. Waren jullie het Vergeten Pietje? Nee. Nee, jullie waren niet het Vergeten Pietje. We hadden een sleutelpiet en die was vergeten. Ja. Maar het grappige is dat er zoveel mensen naar de bioscoop zijn geweest. Hoeveel denk je? Wat zou je veel vinden, Lucille? La, Lucilla. Wat zou je veel vinden? Pup. 500? Dat is best veel, hè? Of denk je dat het 1000 waren? Ja, nou, ik denk wel 1000. Ja, en misschien wel 10.000. 10.000? Denk je? Ja, nou, ik ga voor 20.000. 20.000? Nou, vind ik wel veel. En jij? Ja, 5.000. 5.000? Ja. En Luxie dan? Wat denk jij, Luxie? Wat denk Luxie? 2.000. 2.000! Oké, okay, misschien moeten we die allemaal bij elkaar optellen en komen we ongeveer op het poel heel veel. Goed. Ik heb goed nieuws. Ik heb heel goed nieuws. Maak maar open. Nou. Maak maar open. Wat een lilletje. Kunnen jullie die even zo doen? Daar gaat een mooie strik. Ja. Ja, nou ja, prima hoor. Heb je ons papier? Ja. Speciaal voor jullie ingepakt. Helemaal. Ja, staan we op. Nou jongens, ik ben benieuwd hoor. 5.000, 10.000, 2.000. Hoeveel zullen we nu zijn? Oh, is er nog een keer ingepakt? Oh, oh, dat moet ook open. Even kijken. Goed zo, Lucille. Ja, 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 ja. Nou, 3, 2, 1. 100.000 bezoekers! 100.000 bezoekers! Dat is nog wel eens meer dan 5.000, hè? Oh. 100.000 bezoekers.
bezoekers. Dat is vet, hè? Tik hem aan. Dat is echt heel erg goed van jullie. En dat hij er maar zo heel kort goed in de bioscoop. Ja. Dat hij er maar 4 weken of zo. Nu al? Nu al. 100.000 bezoekers. Wow. Dat zijn 100.000 mensen die jouw snuitje en jouw snuitje hebben gezien. Ja. Dat is toch geweldig. En Lucie snuit jou ook. Ja, hij zat in de draagzak. Lucie staat in de draagzak. Ja, het was hier nog een hele kleine baby. Ja. En Lucie snuitje hebben we ook gezien. Ja. Jeetje. Jouw ook, schatje. Hé, maar nu hier dan toch met een kopje thee. En dan mag je er even in het kraamvisiteboek van Lucie schrijven. Nou, dat kopje thee moet ik even overslaan en misschien ruilen voor een glaasje water. Want glaasje echt, u heeft geen idee, meneer Bellinga, wat wij allemaal nog moeten doen. Okay. Dat is zoveel. Glaasje ijswater. Okay. Maar ik geloof wel dat wij elkaar volgende week zien, zaterdag. Ja. Daar gaan we vanuit. Gaan we ja, daar gaan we. Dat we elkaar zien, want wat gaan wij doen? Ja. Is het bijna tijd? Heel goed. Ja, superpietje. Het is een superpietje. Dus ik heb Danspiet, Koele Piet. En de sleutelhanger voor jullie. Superleuk. Wat zeggen jullie dan? Oh, bedankt. Nou, graag gedaan hoor. Die gaat aan de fiets sleutelen. Die gaat aan de fiets sleutelen. Hoe fijn is dat? Oké. Dank je jongen. Voor de kraamvisiteboek van Lucie. Echt superleuk. Hey, laten we even zien waar we gaan neerzetten. Ja, laten we even zien. Ik ben heel benieuwd. Ja, naast de andere. Oh, pas op schat. Want dit is een vergeten Pietje, 2021. Kijk, hier staat Woeselen Pieter. Ja. Kijk. Goh, wat een mooi huis heeft u zeg. Echt groot. Mooi hoor. Dit is het bed. Oh, kijk. Oh, wauw. Nou, wie kan dat nou toch zeggen dat hij twee gouden films heeft? Dat is toch fantastisch? Ja, dat is hier iets om heel trots op te zijn, jongens. Ja, zeker. Echt heel leuk. En heel dankbaar, hè? Ja. Nou, dankjewel, hè. Staat echt super mooi. Ja, vind ik ook super cool. Echt gek. 100.000 bezoekers. Gouden film. Tik hem nog één keer aan. En samen is dat 200.000. Ja, en je weet nooit. We hebben nog een paar weken te gaan. Misschien komen er wel 200.000 mensen bij deze film. Ja. Yes. Het is wel een beetje leuk hoor. Nou, dat ben ik wel gewend hoor. Ja, we moeten overal kijken. Oh, oké. De wc. Ook belangrijk. Oh, wauw, wat een goede gang. Zo. Oh, je kunt wel goed verstoppertje spelen. Wat een goed huis, zeg. Wauw. Is de kamer zitten? Is van Luxie. Luxie, ook. Kijk. Is die een kamer? Oh, kijk nou toch eens even naar dit paradijs. Oh, wat een mooie kamer. Hier staat ze te beletten, hè? Oh, wauw, wat een mooie kamer. Och, wat een lekker ligt hier lekker aan je bed. Och, wat een mooi bed. Je snurkt, ik ga niet. Oh, snurkt. Kijken. Staat ze gewoon bij je bed zitten. Oh, ga kijken. Wat een lekker bed. Maar doe het. Wat een mooie kamer, zeg. En wat een heerlijk bed. Ja. Ja, Luan die slaapt in de schuur. Of nee, waar is jouw bed? Laten we zien dat het kan. In de schuur? Maar kijk eens op de deur wat we daar hebben opgehangen. Wat staat er op de deur dan? Hé, dat is grappig. Gaan we even op in je kamer? Nou, wat grappig. Oké, Luan, waar is je kamer? Oh, jullie zijn buren. Oh, wat gezellig. Ze zijn buren. Ook de deur. Ja, ook de deur. Oh, wauw. Dit wordt echt een hele stoere. Dit gaat echt wel een beetje richting een hele stoere jongenskamer, hè? Cool, hoor. Wauw. Ben je netjes opgemaakt? Wat een groot bed heb jij? Ja, een twijfelaar. Waar twijfel je tussen dan? Ja, ik weet het niet waar ik moet liggen. Oh, als het spider moe is, dan kan ze hier nog logeren. Ja. Gewoon naast nu al mee. Maar dat vind ik een geweldige tip. Dan kom ik als laatste hier dus invullen en dan kom ik even lekker in de twijfelaar. Is Lucie ook een kamer? Ja. Oh, die gaat de andere kant duwen. Ja. Oh, wow. Heb jij nou gewoon een ballenbak op je kamer? Ga ze eens in. Yo, hoe leuk is dit dan, hé? Wat een lekkere ballenbak heb jij dan, hé? Wat een goede kamer. Oh, je hebt ook een eigen huisje. Ja.
Leuk man, met een plantje voor de deur. Och, de kinderbadkamer. Nou, wel heel netjes voor een kinderbadkamer. Echt netjes. Er moet een lusjeskamer nog af. Nee, die moet ook weten, lusjes slapen. Ah, wat een mooie kamer. Daar slapen we. Hij slaapt in het wieg naast het bed, maar dit is uiteindelijk zijn kamertje. Wauw, echt mooi. Een hele mooie kamer, echt mooi. Wel onze kamer, ja, maar onze kamer is geloof ik testpier. Nou, ik ben leuk vind om even te zien hoor, meneer Wellinga. Ja, mag van mama. Heb je het representatief? Nee hoor, het hoeft niet. Ik doe... Nee, kom maar. Laat maar zien. Oké. Okay. Nou ja, ik vind dat toch altijd wel leuk. Waar gaan we in bad liggen? Ik wil wel alles zien. Waar gaan we in bad? Want ik kan ook, als ik een keer moe ben, in het midden komen liggen gewoon. Als ik een goede stem kom. Het is een heel gaaf bed. Ja. We kunnen met z'n zessen in het bed liggen. Echt waar? Wauw, dat is echt een fantastisch groot bed. Hoeveel bedden zijn het bij elkaar of zijn het gewoon twee extra's? Oh, een familiebed. Wat een groot bed zeg. Ja, nou, je kunt erbij ook liggen. Ik zou wel even... Dit is een badkamer. Hier is Boertje geboren en gaan we ook wel in bad. Oh, dat is toch wel bijzonder. In bad bevallen. Jeetje. Hier komt Lusjes in bad. Ongelooflijk. Dat is een match. Alle handdoeken. Super. Ja. Dus dan zie je alle vier in bad. En dan mama, en dan papa, en dan de honden. Nee, dan niet zo. Oké, nou, het boek schrijven en dan moet ik er echt van door. Ja, dat kan je niet verhouden. Ja, heel veel testen, denk ik. Heel veel testen. Ja. Ik heb het meeste wel getest hoor. Vooral inpakken en zo, denk ik, hè? Inpakken, lijsten maken, kleding maken van wie waar de daar op gaat. Oh ja, het dat is gewoon veel werk, hoor. Ja, dat is een werk. Dat doe je ook allemaal opkleiding? Ja, daar help ik ook mee, ja. Ja. Ongezellig ook al haar aan. En Pietje Fernando, dat vroeg vroeger ons ook af. Die ja, Pietje Fernando die gaat niet alleen, die gaat wel met iemand mee, gewoon. Kramenzoekboek, ach wat leuk zeg. Zijn er al zoveel mensen op bezoek geweest? Ja. Niet. Maar ook heel knap. Oké. Ik test niet gewoon in jouw kraamboek. Later als. Dat is wel bijzonder, jongens. Ja. Kijk of je zo kan. Lopen. En zien, wat denk je dat hij leuk zou vinden? Sinterklaas. Sinterklaas en Tespiet. Ja, Sinterklaas en Tespiet ontmoeten. Nou, hij heeft jou al ontmoet. Ja. Maar dat weet hij dan niet meer. Nee. Leeftijd? Oeh. Onbekend. Oeh. Je kent mijn ouders van. Ja. Ja, van vroeger. Terwijl ik kind waren, denk ik. Ja, van eigenlijk, ja, ik kan dus helemaal, wat lekker als je wel, helemaal teruggaan naar toen dat. Gewoon van vroeger toen jullie klein waren. Maar ik ken jullie nu wel echt omdat we gewoon zo leuk met elkaar omgaan. Ja. En dat we toch wel, ja. Met elkaar films maken. Met elkaar films maken. En liedjes zingen. Ja. Ik zet gewoon van vroeger. Dan moeten jullie het maar verder uitleggen, oké? Dan leggen we het allemaal uit. Ja. Dit nam je voor mij mee. Ja. Speeknoten. Ja, de sleutelhanger. De honden. En de gouden hout. En wat er allemaal nog gaat komen, hè, jongens. Ja, oké. Ik ga op het theatermuziek, ik ga het allemaal meemaken. Sleutelhanger. Oh, Lucilla, je moest die Edith Pot nog even pakken. Ja. Kom maar. Ja, ze hadden iets gebakken voor je. En? Lucilla en Lucilla hebben zelf peepnoten gemaakt. Niet waar. En ze zijn heel benieuwd of jij ze goed kunt. Oh. Dat is wel een grote, hè? Oké, nou daar gaan we. Heel snel gemaakt? Ja. Lekker. Is die goed? Lekker, hè? Lekker, hè? Heerlijk. Mag ik nog even onderweg? Ja, de allergrootste. Oh, dank u wel. Echt heel erg lekker. Daar is ook weer de deur. Ja, je moet niet verdalen hoor, als je de schoenen komt vullen. Nee. Dag lievertje. Dag lievertje. Dag Amber lievertje. Dag lieve lievertje. Tot de volgende keer.
Dag, mama. Dag, mama. Doei. 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 Doei! Succes met wandelen! We hebben een paper nodig! Ja! Leuk, dat was leuk. Nou, dankjewel voor het filmen. Ja. Doeg! Adios! Wauw, ja. Nou Luxie, kijk dan wat de pepernootjes. Ze zijn goed gekeurd door Tesmin. Jij gaat er meer bakken, hè? Jij gaat er meer bakken. Nou, kijk, een kleine hulppiet. Wij zitten zelfs zo bij. Een kleine hulppiet. Ja, ja. In het visiteboek, hé. Hey. Ja, wie kan dat nou zeggen? Wie heeft nou Tesmin in het visiteboek? Onze Lissie. Vond je het nou weer een leuke vlog? Doe even de duimpje omhoog. Klik het abonneren, klik op belletje. En we zien jullie snel weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Kijk, we zien met de film. Doeg. Hoe oud was Tesmin? Volg je hart, bom bom mee, wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, bom bom mee, geniet je echt het meest. Door samen uit je